Een hele goede morgen naar een onstuinige nacht, ja. Kan ik wel zeggen. Zeker. Want we hebben echt wel de storm doorstaan met de vouwwagen. Oeh. Nou vliegt er net een vliegtuig over. Wat een harde wind. Het stormde gewoon. Alles piepte en kraakte. Maar het staat. En, het was een super goede vouwwagen wat we gekocht hebben. We hebben echt een goede koop aan gedaan. Daar zijn we ook super blij mee. Wij gaan, straks komt er bezoek. Ja. Komt het broertje van Floor. Dat komt, komt straks met zijn vriendin en een zoontje. Dus dat, ik denk niet dat ze dat echt op prijs stellen dat ze op de camera komen. Maar, dat doen we niet. En, vanmiddag komen we weer bij jullie. Dan is de bedoeling dat we naar Zoeterwoude gaan, heet dat geloof ik. Dat is hier aan de overkant. Daar heb je dus een campingzaak. Dus daar gaan we dan vanmiddag even heen. En dan gaan jullie mee. Max gaat mee. Ja, Max moet ook mee, hè? Ja, man. En dan, het weer wordt alleen maar beter, de wind neemt wat af. Dus morgen ga ik daar. Ik wou eigenlijk vandaag de Leuvel ervoor zetten, maar. Aangezien de wind er nog steeds is. Doe het maar niet. Lijkt me dat nog niet zo heel goed plan. En ik heb ook een scheerlijn in mijn oven, want de scheerlijn die ik gebruikt heb, die heb ik hier gisteren aangezet voor de wind. Nou, dat heeft wel geholpen, dus. We gaan vanmiddag ook even scheerlijnen halen en misschien even wat anders bekijken wat ze hebben daar. Dus ik zou zeggen, een fijne dag. Zo, de visite is weg nu. We hebben de boel bij Job geruimd en zo. We gaan nog even in de vouwwagen en dan gaan wij naar een campingzaak. Maar dat zit hier, of kampeerzaak moet ik eigenlijk zeggen, dat zit hier aan de andere kant van het water. Maar dan moeten we wel even een stukje rondrijden, dus dat gaan we dus nu even doen. En dan we hier langs gaan, of daar langs, want dan kunnen we daar langs gaan. Dan gaan we hier langs. Hetzelfde stukje wat we net hebben gelopen met Bianca, Pieter en Sepp. Want die waren gezellig op visite. Ja, gewoon even om. En toen hebben we dus even lekker gelopen, lekker in de buitenlucht. Na afgelopen nacht is dat helemaal niet verkeerd. Nee, dat was wel even weer een beroerde nacht hoor. Poel, wat een storm joh. Maar het is nu, misschien dat er nog een buitje gaat vallen. Als het een klein buitje is, moet je dat maar voor lief nemen. Maar voor de rest is het alleen maar blauw. Ja, en de wind die gaat ook wat meer afnemen, dus het waait ook niet meer zo hard. Dus het is alleen maar beter. Gelukkig. Ja. Dus we gaan eerst even naar de kampeerzaak. Zo, we zijn aangekomen bij Van Bemmelen Outdoor. 800 vierkante meter tentenshow. Nou, daar hoeven wij niet zo heen. En eens even kijken of we een winkelwagentje hebben waar Max dan in kan. En dan zullen we eens even gaan kijken. Straks mag je maar mee naar binnen. Ja. Hè? Ik weet niet waar wij heen moeten. Maar. Ik zoek een karretje eigenlijk, maar die hebben ze niet, denk ik. Nou, we zien het wel even. Nou, dat was de kampeerwinkel al, of outdoor de winkel alweer. Het viel ons een beetje tegen, maar we zijn wel geslaagd wat we hebben wouden. We hebben in ieder geval haringen erbij en scheerlijnen. Dus in principe zou morgen volgens de Leuvel ervoor kunnen. Maar dat hebben we in ieder geval binnen. We gaan even naar Leiden. In dat centrum van Leiden. Dan kijken we daar wel in een beetje rond. Misschien even een terrasje pakken of kijken we even. Ja, zeker. Maar het viel ons een beetje tegen, dus die outdoorwinkel. Max die moest mee de trap op, maar gelukkig niet voor niks. Gelukkig mocht hij lekker mee de winkel in. Dus dat was. Oh, dat is ook wel weten. Als hij niet mee in de winkel mocht, ja, dan gingen wij ook niet naar binnen natuurlijk. Nee, dat weet ik. Maar wel mooi, veel groen. Zo, zeker. Mooi zichtbaar.
maar die we nu hebben, zijn ook mooi schilderen. Ja, die we nu hebben zijn ook mooi hoor, daar niet van. Maar ja, die heb ik dus gisteren al gebruikt voor de voortent. Ja, het was wel goed open met die harde wind. Zit daar aan toe, denk ik. Kijk, deze erbij. Mooi fel groen, hè? Ik wil geen. Ik wil niet meer staan met zulke harde wind, maar ja, goed. Nee, het is camping life, zeggen ze dan. Ja, dat is dat hoort bij de camping. En dan kun je zeggen van, oh, ik was naar huis gegaan. Ja. Ja, daar wordt het weer niet anders van, dus we blijven lekker staan. En, maar er zijn wel mensen die dat doen. Zeker. Maar wij zijn diehards. Ja. Zoals ze dat zeggen, of ik heb het voor de stoer en bikkel ook al voorbij zien komen. Nee, we gaan gewoon lekker staan tot woensdag. Het is morgen nog een volle dag. Lekker nog even genieten. Morgen gaan we nog even naar Katwijk. Genieten met de grote G. Dan hebben we nog een markt, of daar hebben wij nog een markt, daar is een markt. Als het goed is, dus gaan wij mee. En we hebben nog lekkere broodjes over van de lunch, de geslaagde lunch met Bianca en Pieter. En natuurlijk onze kleine vriendje. Dank jullie wel nogmaals, het was super gezellig. Een klein stukje van de morgen en de rest een klein stukje van de middag. Super leuk om elkaar weer eens te zien. Ja, was leuk. Oh. Dus daar gaan we ook nog even van genieten van wat er overgebleven is van de lunch. Trein aan. En we rijden nou Zoeterwoude Rijndijk uit. Zo, we zijn nou in Leiden. Leiden Centrum. Wat zei jij? Oh ja, kijk, we zetten hem die kant op. Ja, dan hebben we dat ook gezien. We Leiden ook eens gezien. Handhaving hebben ze hier ook. Nou, ik vind het allemaal prima. Het is allemaal heel anders dan bij ons. Het is allemaal veel drukker. Morgen nog even een volle dag hier. Oh ja, hier denk ik dat dit lijkt wel op het centrum. Misschien dat we hier ook wel ergens wat gaan eten, maar het is nog niet helemaal. Wat zeg jij? Ja, nou ja, het is wel water, hè. Ja, dat is wel best wel leuk. Heel anders. Het is allemaal, ja, veel groter en zo, maar af. Maar het verkeer ook. Het verkeer is best wel druk. Als je nu oplet, dan staan ze weer te toeteren en lekker normaal. Hè? Kijk, ik heb ook een bok. Bok to go. Bok to go. Huh? Ga de winkelstraat in. Winkelstraat, ja. Even. Oh, ja, goed zo, Max. Oh, bijna onder de fiets. Hey, walk to go. Yeah. Nou, loop eens gewoon door, Max. Ja, we zullen even kijken of ergens wat we kunnen nuttigen. Ja, moet u maar gewoon doorlopen hoor. Ook alles in de stijgers. Nou, we hebben even boltje gedronken, een pittig garnituurtje. Kijk, we zaten daar lekker op zo'n platon. Zo even dichterbij halen. Kijken waar Max is natuurlijk. Oh, ik ga Max van hier. Kijk, daar zaten wij. Dus
ja, bij Einstein heet dat. Mooi kerk. Er is ook van alles in bevestigd, volgens mij. Gevestigd toen je zei. Nou, we gaan nu richting de auto. Ik ga even een kebabzaak opzoeken, want daar heb ik wel zin aan. Even een lekker kebabje. Maar we hebben er eentje gevonden. En ik weet niet alleen waar dat is, maar... Ja, ja, die nam wel de binnenbocht, ja. Ja, duifjes. Hallo duifje. Oh, flikje duif. Ja, sushi. Dat kan niet, hè. Moeten we een keer... kunnen we wel weer een keertje doen als we in Meppel zijn. Gaan we dan wel eens een keer weer sushi eten. Flying Tiger. Ja, die heeft in de haak allemaal wat, ja. Euro tweewielers. Ja. Wat? Dat is hier waar ze lopen hier. Oh ja, dat voelen ze, hè. Dat kun je voelen. Als je er overheen loopt. Ik hoor altijd over deze streep. Hey, deze strepen die je ziet. Maar als je dat overheen loopt, dan voel je dat. Ja. Yeah. Dat is voor de blinden en slechtzienden is dat. Kom eens rechts, Max. Max, maar even wat korter houden, want die slingert alle kanten op hier. Nou, behalve de goede inderdaad. Kan we erom. Ja. Ik ken hem al langer dan vandaag mensen. Maar Max, die ruikt natuurlijk van alles. Oh. Nou, moet eens even kijken. Oh, daar had je dat plein inderdaad. Oh, die hangt er ook wel in. Peter hoor, een pizzahuis. Hij was ook aan het ruiken bij school. Ik vind het We hebben hier nou ergens dat plein, dacht ik. Even kijken waar. Grenen, ja, dan moeten we daar naartoe. Toch? Of niet? Garenmarkt, ja. Ja. Of liepen we nou daar? Kwamen we nou daar? Ik weet het, dat gaat niet meer. Ja. Nou, Max, ik moet wel stuffelen. Klopt wel, we zijn daar langs de bok gekomen. Ja, walk to go, ja dat klopt. Nou, kom. Oude dondersteen. Zal ik nog even... Kijken van de vreemde stad, je weet nooit waar je... Daar kwamen we nou weg en zag altijd weer... Soms moet je van die momentjes hebben dat je denkt van, oh ja, dat herken ik wel. Van die herkenningsmomentjes. Nou, zo die Vox Golf. Ja, dat kennen wij. Dat zijn we langs geweest. Oh ja, opstandingskerk. Weet je, hier zijn we met de auto langs geweest. Hey. Hier zijn we met de auto, dan gingen we daar naartoe met de auto. Kom, Max.
heilig proef. Kijk, en dan komen we hier bij de parkeergarage. Dat klinkt toch wel lekker. Allah, jezus. Ja, hier in Hoogvliet. Kijk, ja. Hoogvliet moeten we niet in, we moeten graag een markt hebben. Ja, nee, maar daar is de... Daar is die parkeergarage dan. Ja, daar moeten we heen. Waarheen? Daar, dat niet. Ja, dat zeg ik, maar dat was bij Hoogvliet. Oké. Oh ja, inderdaad. Kijk, want daar heb je de Hoogvliet. En daar moeten we... In een glazen gebouwtje, daar moeten we naar binnen. En dan moeten we naar binnenheen. Eerst betalen je. Altijd even betalen. Ja, dan betalen. Dat is 3,5 euro per uur. Maar ja, dat staat wel veilig. Ja, daar gaan we vanuit, hè. Niet langer als Max. Ik zal weer uitkomen. Ja. Straks mag je weer in de rust. Dan wacht op de auto. Nou, gaan we even op zoek naar de auto.